Goed dat jullie er weer zijn. Goed jullie zijn. Ik leg maar even een matje netjes. Dat het mooi op de achtergrond past. Hé, wat gaan we doen? We gaan even weer mooi lekker yoga doen. Hé, supergoed dat jullie er weer zijn. Vinden we leuk. Leuk ook weer met een mooie grote groep. We hebben hem weer mooi aangemeld. En dat is supergoed. Dat is superleuk. En nogmaals, je kan iedereen meevragen. Hè? Iedereen kan je meevragen, dus nodig je vrienden uit, nodig je familie uit. Collega's, dat vinden we super tof. Echt, iedereen mag meedoen. Iedereen, ook al ben je niet lid, iedereen mag meedoen. We willen dat er zoveel mogelijk mensen blijven bewegen in deze tijd. Dat vinden we belangrijk. Daar staan we voor. Dus dat is ons doel. Dus nodig lekker iedereen uit. En dan gaan we zo meteen beginnen met yoga. Kom mooi vooraan op je mat staan. Met je voeten onder je heupen. Schouders mooi naar achteren. Lift je borst. Just like the mooi trots. Ja. I don't know vanaf hier maak je een bal voor je buik. Van je hoofd. En die bal neem je heel rustig mee naar achteren. Terwijl je naar achteren stapt. En die bal langs je lichaam. En vanaf hier weer mee naar voren. En je ademt uit. Adem in een grote stap. Mooi laag in die benen. Mee naar voren en adem uit. Zet door. Neem hem mee. Kan nog iets groter en wat lager. Dan hier weer rustig naar voren. Nog één keertje. Neem hem mee. En vanaf hier naar voren. Strek even helemaal mooi lang uit. En laat je vallen. Je laat je bovenlichaam vallen. Over die benen. Uit. En in. Je heupen hou je mooi hoog. Je armen laat je vallen langs je benen. Doordat je je heupen mooi hoog houdt, voel je die spanning in die hamstrings. Oké, super. Neem je armen weer mee terug naar voren. Maak er een bal van. En kom maar mee naar achteren. Vanaf hier weer mee naar voren. En adem uit. Mooi gecontroleerd, mooi rustig. En je hebt die controle over je ademhaling en over de bewegingen. Mooi sierlijk, mooi rustig. Zorg ervoor dat je lichaam aan het opwarmen is. Hey, let even op. Hier is het belangrijk dat je goed inademt. En vanaf hier uit, en als je voorkomt, helemaal mooi leeg. En zak door die benen. Nog één keertje. En dan neem je rustig je armen mee omhoog. Strek helemaal uit en laat je lichaam vallen. Laat je bovenlichaam mooi vallen over die benen heen. Ja? Misschien lukt het wel om je hamstrings nog meer spannend te zetten. Om die heupen hoger te houden. Kijk je benen naar achteren. En hou die controle. Blijf ook mooi helemaal uitstrekken. Helemaal lang. Oké, zoek je focus weer terug. Neem je handen mee naar voren. Vanaf hier kom je in de star pose. Je stapt rustig uit. Zet je voeten eerst op de grond. En je komt weer terug. Doe er nog een keer. Doe juist de andere kant op. Je strekt mooi uit. En weer rustig terug. Hé, je kan ervoor kiezen voor een wat moeilijkere optie. Om je been mooi in de lucht te houden. Zoek je balans. Je focus. Oké, heb je? Heb je controle? Heb je je balans? Ga tempo mee omhoog. Je merkt, het tempo gaat omhoog. Hou die controle. Hou die focus en je balans. Je buikspieren zijn mooi aan. Je trekt je teen naar je heup die omhoog is. Netjes hoor. En set uit. Maak je klein. Zet uit, strek helemaal uit en laat vallen. Heel goed. We zitten in de laatste ronde van de warming-up. Je merkt dat je lichaam lekker warm aan het worden is. De spieren zijn mooi los. Hartslag is ietsjes omhoog, zodat je lichaam mooi warm is. Blijf je mooi uitstrekken. Blijf je mooi verlengen met die arm, met je lichaam. Even doorzetten.
Blijf ademen. In door je neus. En uit door je mond. En weer rustig. Hartstikke mooi. Hey, blijf mooi vooraan staan. Op je mat. Voeten weer onder je heupen. Even weer naar de beginpositie. Heb je? Beetje spanning op die benen. Schouders naar achteren. Lift je borst. Mooi rustig. Controle. Vanaf hier neem je heel rustig bij een inademing. Je armen mee omhoog. En dan adem. Adem je rustig uit. Armen omlaag. Maak er een mooie grote beweging van. Zo groot mogelijk. Misschien wel een beetje overdreven. Grote mooie beweging. Hier is de combinatie. Adem rustig in. Armen mee omhoog. En bij die uitademing laat je armen rustig zakken. Met de handen helemaal in de grond. En je heup hou je hoog. Vanaf hier spreid je armen in de eagle pose. Lift je borst. En mooi horizontaal die armen. Adem uit. Zet je handen op de grond. En stap rustig naar achteren. In de plank. Je knieën breken op de grond. Zak rustig door je armen. Je borst kan naar de grond. En lift gelijk je borst weer omhoog. Baby cobra. Tenen in de grond. Kom terug in downward dog. Kijk naar achteren. Kijk naar voren in de weer. Netjes. Oké. Met je rechterbeen zit je bijna voren. Mooi laag heen naar voren. Trots. Je achterste been staat rustig bij. Gewicht op je voorste been. Vanaf hier. Kom in de vliegtuig. Je balans, je controle. Stap rustig bij. Handen naar de grond en je heup trek je omhoog. Kom in de eagle pose. Spreid je vleugels. Spreid je armen, lift je borst. Buikspieren aan. Weer terug omlaag. Met je handen je heup omhoog. Vanaf hier kom je heel rustig helemaal omhoog. Neem je armen mee de lucht in. En adem uit. Netjes. Ronde 2 doen we nog een keer. Adem in en helemaal lang. Adem uit en helemaal omlaag. Echt je heupen hoog houden. Spreid die armen. Kijk of je die beweging mooi groot kan maken. Adem uit. Handen naar de grond. Stap naar achteren en kijk of je het zwaarder kan maken. Door je niet je knieën op de grond te houden en je tenen. Je zak je door je armen, de borst naar de grond. En daarna lift je gelijk je borst. Kom terug naar downward dog. Zit je tenen in de grond. Kijk naar achteren, mooi gestrekte benen. Kijk naar voren in de weer. Hey. Je linkerbeen, die stap bij. Met je heupen weer mooi laag. En naar voren en lift je borst. Trots. Gewicht om je voorste been, je achterste been zet je bij. En vanaf hier controle in de vliegtuig. Balans. Focus. Stap rustig bij. Heupen trek je omhoog en handen laag. Maak een tafel van je rug. Spreid je armen, eagle pose. Weer rustig terug. Heupen nog iets verder omhoog trekken. Adem in en kom heel rustig weer mooi. Helemaal omhoog. Adem uit. In die derde ronde focus op de ademhaling. Adem in. En adem uit. Adem in, eagle pose. Adem uit, handen omlaag. Kom in de plank, adem in. En met die uitademing kom je rustig omlaag. Borst adem in. Downward dog, adem uit. Adem in, kom naar voren in de weer. Adem uit. Adem in, rechterbeen naar voren, trots. Adem uit, zet je achterste been bij. Controle, adem in de vliegtuig. Adem uit, stap bij. Heup hoog. Adem in, spreid die armen. Trots, tap van je rug. Adem uit, armen weer naar de grond brengen. Adem in, kom helemaal lang omhoog. Adem uit. Heel erg mooi, heel goed. Adem in die laatste ronde. Focus even op de beweging. En die beweging maak je zo groot en zo lang mogelijk. Dus hier
Hier lift je echt je borst. Tafel van je rug en je armen helemaal horizontaal. Weer terug, adem uit. En trek die heupen dan omhoog. Handen zet je op de grond. En stap naar achter die plank, waar je buikspieren echt mooi aan zijn. Zak omlaag door die armen. Lift je borst, groot. Terug naar het downward dog. Kijk nu je benen naar achteren. Strek de benen. Kijk naar voren in de bier. Linkerbeen, stap bij. En je heupen laag. Kijk naar voren, maak je maar groot. Achterbeen, stap rustig bij. En daarna die focus, controle in het vliegtuig. Stap bij. Heupen echt omhoog. Handen laag. En hier die armen spreiden. Schouderbladen naar elkaar toe trekken. Adem uit. Helemaal laag. Heupen omhoog trekken. Adem in. Helemaal mooi omlaag en omhoog. Adem uit. Even een mountain pose. Adem in. Lang. En adem uit. Nog eentje. Adem in. Groot en lang. Helemaal uitstrekken. En adem uit. Netjes. Mooi. Hey. Supergoed. Leg je mat. Maar even horizontaal neer. Leg hem horizontaal neer. En kom dan in warrior pose staan. Spreid je benen. Mooie brede stand. Oké. We gaan even die benen onder spanning zetten. Je buikspieren, die schouders. Dat is echt even een mooi nummer. Kom mooi breed staan. Ja. Voeten wijzen naar voren. Hakken in één lijn. Vanaf hier. Armen mee omhoog. En die armen blijven eigenlijk de hele tijd hoog. En open je linkerbeen. Je linkervoet. Opzij. Links. En kijk dan of je mooi laag kan zitten. Zorg ervoor dat je linkerknie mooi boven je linker enkel blijft. Je rechterbeen is gestrekt. Rijk naar links. Met je bovenlichaam. Je rug komt in het verlengde. Met je rechterbeen. En je onderarm. Je bovenbeen. Met je linkerbeen en je rechterarm. De medelucht helemaal mooi uitstrekken. En als je een zwaardere optie wil, zet dan je linkerhand mooi naast je linkervoet. En vanaf hier zoek je balans en controle. Strek maar mooi uit. Blijf mooi door schaduw, maar je voelt echt druk in je bovenbeen. Het gaat supergoed. Adem door. Strek uit dat been en je arm. En vanaf hier kom weer rustig terug. Warrior pose. Schouders mooi laag. Mooi rustig. En zorg er even weer voor dat je knie van je linkerbeen mooi boven je linker enkel blijft. Blijf je rechterbeen mooi strekken. En hou die armen mooi horizontaal. Check maar even. Zijn ze horizontaal? En niet scheef? Nee. Horizontaal. Buikspieren aan. Lift je borst. Trots. Oké. Vanaf hier. Kijk of je nog wat lager kan. En open die armen naar de andere kant. Dus je linkerarm mooi hoog en je rechterarm laag. Leg je rechterhand mooi op de bovenbeen van je rechterbeen. En kijk of je nog wat dieper kan. Wat lager. Hey, en als je nog meer wil, trek je hak dan mee de lucht in van je linkervoet. En kijk of je nog lager kan zitten en diep. Daag jezelf maar uit. Kijk eventueel omhoog. Je linkerhand. Voor je lucht in. Adem mooi rustig door. Die zuurstof heb je echt nodig. Controle en focus. Hey. Rustig je hak weer neer. Armen horizontaal. Of hier, duw de been uit. Dus je voet weer mee naar voren. Strekken. Oké. En dit draaien we juist om. Nu open je rechterbeen. Je rechtervoet. Linkervoet is recht naar voren. Hak en teen in het verlengen van elkaar. Zoek die verdieping weer op. Mooi laag zitten.
Hey, het is belangrijk om je borst mooi te liften. En je buikspieren aan te zetten. Je core is aan. En mooi trots. Dus niet een beetje ingezakt. Maar mooi groot. Armen mooi gestrekt. Horizontaal. Kijk of je wat meer kan verlengen. Ja? Je rug in het verlengen met het achterste been. En zet je onderarm van je rechterhand op je rechterbovenbeen. Andere arm komt mee de lucht in. Helemaal mooi strekken. Heel erg mooi. Zet je rechterhand, de zwaardere optie, naast je rechtervoet. En vanaf hier, strek maar mooi uit. Strek mooi uit, zoek je balans. Zoek je controle. Benen uitstrekken. Supergoed. Je voelt die spanning, je voelt de druk. Blijf je ademen, dat is belangrijk, hè? Oké, zet rustig weer terug. Kom mooi breed staan, hè? Kijk nog even of je hakken mooi in één lijn voor elkaar staan. Zoek de verdieping weer op. Dat is mooi. Je rechterknie. Mooi boven je rechter enkel. Armen mooi. Horizontaal. Linkerbeen gestrekt. Nog iets dieper. Zakken. En houd dit maar even vast. Houd deze positie maar even vast. Vanaf hier. Open naar de andere kant. Mooi rustig, sierlijk en gecontroleerd. Je lift je ribben, je lift en opent je borst. Je legt je linker arm, linkerhand op je linker bovenbeen. Ga nog iets dieper zitten, ietsjes lager. En kijk of je vanaf hier op je tenen kan staan. Met je rechtervoet. Trek je hak aan de lucht in. En blijf mooi groot. Glimlach op je gezicht. En mooi lekker diep. Dus je kan nog wel iets zakken. Ietsjes lager. Het gaat supergoed. Netjes bezig. Hey, stap rustig terug met je hak. Armen horizontaal. Naar vier. Duw maar uit. Voet weer naar voren draaien. En laat je armen rustig zakken. Netjes. Hey. Zoek je rust en je controle op. Wat heb je nodig bij je balans? Check even. Je voeten zit je mooi onder je heupen. Je lift je borst. Mooi trots. Buikspieren aan, die schouders rustig naar achteren. Vanaf hier trek je heel rustig. Je rechterbeen omhoog. Je linkerbeen is je standbeen. Heel mooi rustig en gecontroleerd. Trek je je rechterbeen omhoog. Hoog als jij kan. Pak je knie maar mooi vast. Zoek je balans. Zoek je focus. Hey. Vanaf hier. Open. Je linkerarm. Nog steeds hou je mooi vast. Hou die controle. Open, rustig. Je rechterbeen opzij. En kies. Dan je optie. Hou je hem zo vast, helemaal prima. Helemaal goed. Als je iets meer wil, pak dan je hamstring vast. Trek het been nog iets meer omhoog. Als je denkt, hey, ik wil nog meer. Strek dan je been mooi rustig uit. Mooi ver uitstrekken. Misschien ga je wel voor de zwaarste optie. Trek hem weer voorlangs. Met je hand. Pak je voet stevig vast. En vanaf hier ga je uitstrekken. Oké, supergoed. Stap rustig weer terug. Voeten mooi, onder je heupen. Schouders rol je weer even naar achteren. Trots, lift je borst. Nu is juist je rechterbeen, je standbeen. En trek vanaf hier, heel mooi rustig, je linkerbeen omhoog. Heel mooi hoog. En je duwt als ware je heupen van naar voren. Oké, je rechterhand komt los voor je balans. Dus blijf mooi dus ademen, dat is belangrijk voor je controle. Terwijl je dat doet, opent je linkerbeen. Oké, kies je optie. Welke kies jij? Pak je hamstring vast? Prima. Strek je uit.
Prima. Heel mooi uitstrekken. Helemaal goed. Als je denkt van, hé, ik daag mezelf uit. Pak dan je voet vast. Pak je voet vast. Je hak. En strek me uit. Lang. Oké, stap rustig weer terug. Voeten naast elkaar. Kom rustig in die hindi squat. Lift je borst en die knieën. Duw wat naar buiten. Optie is je onderarm die bovenbenen. Hè? Wat jij wil. En vanaf hier zet je handen naar voren. Trek die heupen mee omhoog. Kom op je tenen staan. Zet je knieën in je oksels. Op je triceps. Op de achterkant van je armen. Leun naar voren. Leun naar voren en steek. Hé, ik kan dit. Zet je balans op. En kom staan op je handen. En het is prima om even terug te gaan op je tenen. Eén voet terug te zetten. Kijk of het lukt. Kijk of het lukt om los te komen van de grond. En alleen op je handen staan. En stap weer rustig terug. In de hindi squat. Knieën naar buiten. Handen voor je borst. Adem rustig door. Heel goed. Andere kant van je mat. In die hindi squat. Mooi laag. Een lange rechte rug. Open je borst en duw de knieën van naar buiten. Trots. Lift je borst. Oké. Zet nu je linkervoet naar achteren. Knie op de grond. Bovenkant van je voet op de grond. Nu zet je juist je rechterbeen opzij. Handen naar voren. Je knie van je rechterbeen komt opzij. Je opent aan de zijkant. Je zet je handen voor je neer. En je zoekt je verdieping weer op. Kom maar mooi laag en kom zakken. Misschien lukt het wel weer om je onderarm in contact te brengen met de grond. Dat hoeft natuurlijk niet, hè. Kijk wat goed is voor jouw lichaam. Wat jouw lichaam kan.
En daag jezelf daarin een klein beetje uit. Je mag die spanning best wel even opzoeken. Spanning in je spieren. En mooi laag. Mooi verdiepen. Steeds een millimeter. Verder een millimeter voor millimeter. Daag jezelf uit. Vanaf hier kom je rustig omhoog. Je zet je rechtervoet weer mooi in het midden neer. Handen mooi naast je rechtervoet. Dan zet je je linkervoet, je tenen van je linkervoet in de grond. En je strekt het achterste been uit. Daarna opent je voet naar voren. Ja? Zet je rechterhand mooi naast je rechtervoet. En je linkerhand, linkerarm, die reikt rustig naar achteren. Steeds wat verder. Steeds iets dieper. En door rustig te blijven ademen, dus in door je neus. En als je uitademt, door je mond of door je neus, kom je ietsjes verder. Ietsjes verder. Ietsjes verder zakken. Adem je door. Dat is belangrijk, hè. Blijf je linkerbeen mooi strekken. Heel erg netjes. Kom in het midden van je mat staan. In de Hindi squat. Lift je borst, knieën naar buiten. Handen voor je borst. Optie is hier, hè? Oké. En vanaf hier. Ga kijken of het lukt. Zet je handen voor je voeten neer. Ja? Trek je heupen omhoog. Op je tenen komen staan. En zet je knieën weer in je oksels. Op die triceps en leun naar voren. Leun maar naar voren. En weer terug. Ja, zoek die spanning op. En misschien lukt het wel weer om die voeten in de lucht te brengen. Dat je staat op je handen. Heel erg goed. Netjes. You know, hey. We gaan naar de buikspieren. Kom mooi liggen op je mat. Handen. Zet je achter je hoofd. Even ondersteuning. Niet trekken aan je hoofd, maar voor ondersteuning. Vanaf hier kom je heel rustig in die crisscross. En wist je op. Heb je hem? Oké. Yes, ga op tempo door. Je rijdt dus met je elleboog naar je knie. Je linker elleboog naar je rechterknie. En je rechter elleboog naar je linkerknie. Hier train je je schouderbuikspieren. Je schouderbuikspieren ben je aan het trainen. En als je denkt, hey, ik kan meer, strek dan uit. Strek die benen uit. Ja, ja. Hey, zet maar door. Je bent echt die schouderbuikspieren aan het trainen. Terwijl je bovenlichaam mooi indraait. Je handen zet je achter je hoofd, maar trek niet aan je hoofd. Nee, al die kracht komt vanuit je buikspieren. Ja? Oké. We gaan de butterfly pose. Wat is dat? Je maakt je mooi klein, je prikt als waar door je benen heen. En vanaf hier strek je uit. Je maakt je dus mooi klein. En strek uit waar je buikspieren echt hebt aangespannen. Klein, schouders van de vloer en uit. Een optie is hier, voeten aan de grond. Ja? Oké. Klein, schouders van de vloer en uit. Wil je meer? Voeten van de vloer, hè? Oké. Hey. Crisscross, hier gaan we. Hup. Ja, ja. Crisscross. Draai. Je bovenlichaam. Hou die focus. Hou die controle. Blijf gewoon rustig ademen en indraaien. Dat is belangrijk. Daarom train je echt je schouderbuikspieren. De zijkant van je buikspieren. Van je bovenlichaam. Oké, zet door. En rustig bewegen, ja? Ongecontroleerd bewegen. Tempo. Hey, I'm tripping. Tempo. Ja, ja. Hier zoek je tempo even op. En nu voel je echt die druk in je buikspieren. Die spanning in je buikspieren. Oké, kom in die butterfly pose. En strek uit. En daar, bij het uitstrekken, is het erg belangrijk om die buikspieren te blijven aanspannen.
Als je het niet doet, krijg je een holle rug. Nee, je moet die buikspieren aanspannen en die schouders op de vloer houden. Ja? Dus maak je klein en strek je uit. Klein. Uit. Ga naar die finale. Die triple puls. Ben je klaar voor? Hier komt hij. 3, 2, 1. Strek uit. Zet door. Je bent er echt bijna. Come on. Zet door. 3, 2, 1. En uit. Die laatste. En uit. Super. Goed. Netjes. Nu we die buikspieren hebben gehad, maar het andere gedeelte van de core, dan is je onderrug. Erg belangrijk. Die bilspieren, die gaan we trainen. Maak je rug mooi bol. Trek je navel in. Kijk naar je benen, naar achteren. Nu kijk je naar voren, lift je borst en maak je rug hol. En daar gaan we tussenin zitten. Ja? Je spant die buikspieren aan, zodat je een mooie rechte rug hebt. Dat is belangrijk. Dan zet je je rechterhand weg en je linkerbeen is tegenovergesteld. Hier, trek je die allebei mooi rustig omhoog en je zet ze weer neer. Heb je? Dus uit. En weer terug. En als je denkt van, hé, je kan meer, strek dan uit en maak je dan weer klein. Ja, zet je je hand en je voet dus niet meer terug op de grond, maar je maakt je klein. En je strek je uit. Je bent je bilspier, je hamstring en je onderrug hier aan het trainen. Net zoals het schouderblad van je rechterarm op dit moment. Oké, zet je handen terug op de grond. Buiging in je been en komen die pulsjes omhoog. Kleine pulsjes, kick je als ware je been omhoog. Blijf echt die buikspieren mooi aanspannen, zodat je rug mooi recht blijft. Zet door. Puls, puls, puls. Netjes, netjes. Oké, zet rustig dat been weer neer. Nu strek je juist je linkerarm uit en je rechterbeen. Die trek je beide rustig omhoog. En weer terug. Heb je meer? Die buikspieren dus aan. Helemaal mooi lang maken. En weer terug. En als je denkt van, hey, ik wil meer. Kom naar die optie. En maak je mooi klein. Zet je hand en je voet. Dus niet meer terug op de grond. Blijf mooi uitstrekken. Lang maken. En weer klein. Uit. Focus. Ook echt. Op je bilspier, op je hamstring. En op je onderrug. Waarbij je je buikspieren aan blijft spannen. Strek maar mooi uit. Met je hand weer terug. Buiging in je been. En kom naar die pulsjes. Puls, puls, puls. Kleine bewegingen. Prima. Die kleine bewegingen. Voel die spanning in je bilspieren en in je onderrug. Zet maar door. Blijf mooi ademen. In door je neus. Uit door je mond of door je neus wat jij fijn vindt. Hou die spanning. Oké, zet weer rustig terug. En check even. Handen blijven mooi op schouderbreedte. Zometeen zak je door je armen in die push-up. Vanaf hier duw je hem weer uit. En strek je om en om dat been. En als je denkt van, hey, ik wil een zwaardere optie. Kom dan staan op je tenen. Buikspieren aan, die core is aan. Hey, ben je klaar voor nog even aan het werk te gaan? Kom maar mee. Push-up, maak je klein. Naar de grond, borst naar de grond, uit, strek een been, weer terug, zak door je armen, push, uit, andere been, strekt uit. Heb je hem? Werk dan door. Laag, op, uit, terug, laag, op, hou je die buikspieren aangespannen, je bent er bijna, nog twee keer. Laag, uit. Been is uit. Weer terug. Laag. Uit. Been is uit. Vanaf hier. Child's pose.
Maak je helemaal mooi lang. Adem rustig door. Supergoed. Supermooi, super netjes. Hey. Stap met je linkerbeen naar voren. Kom mooi rechtop. Trots. Je handen. Zet je mooi voor je borstspier. Voor je borstbeen. En vanaf hier kom je met je bovenlichaam naar voren. En draai je bovenlichaam naar buiten. Elleboog van je rechterhand tegen je linkerknie aan. In je knie. Die duw je van naar binnen. En de kunst is om je handen voor je borst te houden. Kijk of het lukt. Als het niet lukt, ook helemaal niet erg. Maar kijk wat jouw lichaam kan. Adem mooi rustig door. Juist heb je nodig. Op jouw manier. Adem in. En adem uit. Als je meer wil, je tenen van je achterste voet in de grond. Open je armen. En strek je achterste been uit. Mooi uitstrekken. En lang maken. Echt mooi strekken. Je bovenlichaam is in het verlengde van je achterste been. En je armen staan mooi in één rechte lijn. Hou je balans, hou je controle. Heel netjes. Oké. Heel goed, ik wissel hem even om. Jij hoeft niet per se, maar als je dat wil. Zet dan je andere benen voor, nu je rechterbeen. Handen voor je borst. Dat is het streven, hè? Oké. Kom naar voren met je bovenlichaam. En draai dan rustig in. Naar de buitenkant. En zet je elleboog maar weer tegen je knie aan. En open. Bovenlichaam. Handen voor je borst. Oké. Zet je achterste voet in de grond. Strek dat been uit. En open je armen. Heel goed. Blijf je achterste been mooi strekken. Adem door. Trek je schouderbladen naar achteren. En open je borst. Oké. Vanaf hier kom je rustig staan. In het midden van je mat. Beide voeten stappen naar buiten. Je voeten wijzen recht naar voren. Staat nu in de spreidstand. Je tenen in het verlengde van je hakken. Je maakt een tafel van je rug. Een mooie rechte rug. Met je borstspier gelift. Je zet je handen beide op de grond. Laat je buikspieren aanspannen. Nu zet je rechterhand om je gezichtsveld. En trek je linkerarm helemaal mooi mee omhoog. Kijk of het lukt om die armen in het verlengde van elkaar te brengen. In één rechte lijn. Strek je vingers uit naar het plafond. En kijk eventueel mee omhoog. Prima. Naar de zijkant kijken. Of omlaag. Naar je onderste hand. Wat jij wil. Hey, wissel. Mooi rustig om. Zet je linkerhand omlaag. En je rechterarm weer mooi mee omhoog. Trek die schouderbladen. Maar mooi naar achteren. Zo lang mogelijk maken. How deep is your love? Maak een tafel van je rug. Eventueel met je handen los. Dat is prima. Buikspieren zijn aan. En vanaf hier kom je heel mooi rustig omhoog. Schouderbladen naar achteren. En lift je borst. Oké. Kom weer mooi rustig staan. Mooi. Stap naar de zijkant van je mat. Met je voeten onder je heupen. Trek de schouders naar achteren. En je lift je borst. Vanaf hier zet je je linkerbeen een kleine stap naar achteren. Het linkerbeen blijft mooi gestrekt. Een klein beetje een buiging in je voorste voet. En vanaf hier kom je omlaag met je bovenlichaam. Je glijdt als het ware met je handen over je scheen naar je enkel. Richting je voeten en misschien als het lukt op de grond.
Blijf je achterste been mooi strekken. Kijk hoe laag je kan zitten. Misschien lukt het door rustig te blijven ademen. Om je handen in contact te brengen met de grond. Steeds iets dieper, steeds wat lager. Deze stretch hebben we verdiend. Hey, dit wisselen we om. In plaats van je achterste been, strek je je voorste been zo ver mogelijk. Achterste been kan een klein beetje weer een buiging in. Voel je het verschil? Strek je voorste been. Dan kom je omlaag met je bovenlichaam. Je handen volgen je been omlaag. Misschien op de grond, je vingertoppen. Of een beetje volledige handen. Adem in en kom rustig omhoog met je bovenlichaam. Je voorste been blijft gestrekt. Zet je handen op je rechterbovenbeen, helemaal bovenin, bij je lies. En verdiep dan. Trek je tenen van je rechtervoet omhoog, maar echt alleen je tenen. Dus overgedeelte van je voet blijft mooi op de grond. Denk om je ademhaling. Adem in. En adem uit. En terwijl je uitademt, kom je rustig omhoog. Wissel om. Zet je linkervoet voor en je rechtervoet naar achteren. En je rechterbeen, je achterste voet dus, strekt. Linkerbeen, voorvoet een beetje buiging. En kom met je bovenlichaam, met je handen, over je been omlaag. Kijk hoe ver je kan. Misschien kan je wel helemaal omlaag komen. Dat is prima. Dat is goed. Het is ook prima om je scheen vast te blijven houden. Wat jij wil. Daag jezelf daarin dan een klein beetje uit. En kijk wat goed is voor jouw lichaam. Wat goed is voor jouw spieren. Waar jij die stretch voelt. Die stretch waar het geen pijn doet. Maar je mag die spanning best wel eventjes voelen. Dit draaien we om. Nu strek je juist je voorste been. Ja, strek je voorste been. Achterste been een klein beetje. Buig weer. En glij weer met je handen omlaag richting de grond. Over de been heen. Naar de vloer. Mooi diep, mooi laag. Kom rustig omhoog met je bovenlichaam. Je handen zet je helemaal op je bovenbeen. En strek dat voorste been. En kom mooi omlaag, verdiepen. Je trekt je tenen mee de lucht in. Maar echt alleen je tenen. Vanaf hier, kom weer rustig omhoog. In een spreidstand. En nu, op je tenen naar buiten. En kom met je bovenlichaam omlaag. Maak een tafel van je rug. En kom helemaal mooi omlaag. Strek je benen uit. En kijk hoe laag je met je bovenlichaam kan zakken. Kan verdiepen. Ver als jij kan. Met jouw lichaam toelaat. En vanaf hier reik je met je handen richting je rechterbeen. Handen zit je naast je rechtervoet. En je linkerbeen is gestrekt. Mooi diep. Mooi laag. This is love at better last. Wissel om. Kom naar links. Strek je rechterbeen. This is love at better last. Hoe laag kan jij zitten? This is love at better last. Cause hey, vanaf hier kom je mooi rustig te zitten. Kleermaker zit. Of vouw je benen mooi. Over elkaar heen. Mooi rechtop, lift je borst. Vanaf hier. Kruip je. Mooi rustig. Naar voren met je bovenlichaam over die benen heen. Steeds iets dieper, steeds iets lager. Kruip rustig terug. Kom naar achteren, zet je handen achter je bilspieren. Lift je borst, trek je schouders naar achteren en kijk omhoog. This is love at better last. Zet je linkerhand op je rechterknie en draai.
draai je rug en je schouders naar achteren. Wissel. Hey, we hebben nog wat meer rust verdiend. Maak het comfortabel voor jezelf. Kom liggen op je matje. Pak eventueel een kleedje, een trui aan, een lange broek. Misschien vind je het fijn om in bed te gaan liggen. Wat jij wil. Wat jij comfortabel vindt, moet je gaan doen. Ik pak even rustig een kleedje erbij. En kom dan mooi comfortabel liggen. Op zo'n manier dat jij het fijn vindt. Dat jij lekker ligt en dat die spanning uit je spieren gaat. Leg je armen naast je neer. Je schouderbladen mooi, rustig in de grond. Als je wil, sluit je ogen. En als je daar mooi comfortabel zit of ligt, zoek dan je rust op. Je wel verdiende rust na een mooie yoga workout. Je luistert naar de omgeving. Je luistert naar de muziek. En daarin zoek je je rust. Misschien vind je het fijn om je in te beelden dat je op een mooie plek bent. Misschien is die mooie plek wel thuis. Misschien in het buitenland, in de zon, op het strand, bij de zee. En droom als ware lekker weg. Dat je echt lekker tot rust komt. En dat die spieren, de spanning uit je spieren gaat. Zorg ervoor dat je achterhoofd mooi rustig op de grond ligt of eventueel op een kussen. Die spanning uit je nekspier gaat. Van die nekspieren naar die schouders. Die schouders liggen mooi laag. Je armen, je handen, je vingertoppen, je vingers. Je voelt als ware die spanning wegleiden. Liggen mooi rustig naast je lichaam als je dat fijn vindt. Laat je onderrug als ware zakken. De spanning gaat er vanaf. En zoals je heupen. Laat het vallen in de grond. Benen, je hamstrings, je bovenbeenspieren, je kuitspieren, je scheenspieren. Je enkels wat mooi los, je voeten en je tenen, allemaal mooi tot rust. Als je spieren mooi tot rust zijn gekomen, focussen we even op de ademhaling. Bij een inademing maak je je buik zo vol mogelijk, je blaast hem als ware op. En bij die uitademing laat je hem helemaal zakken en helemaal leeglopen. Kijk of het lukt om je ademhaling lang
rustig te laten verlopen. Adem in. En adem uit. Hoe laat je die ademhaling gaan? Adem je in door je neus. Die uitademing door je mond of door je neus. Wat jij fijn vindt, wat jij prettig vindt. Als je dan mooi tot rust bent gekomen en je hebt je ademhaling mooi onder controle, hoef je niet meer over na te denken, laat dan je gedachten mooi afdwalen. Misschien denk je aan leuke dingen die je nog gaat doen. Iets gezelligs. Zin. Met je vrienden, met je familie. Denk aan iets leuks. Terwijl je aan het leuke denkt, wat je gaat doen of wat je misschien wel gedaan hebt. Droom je rustig weg en dwaal je rustig weg. En komt je volledige lichaam helemaal tot rust. Leuke in je hoofd. Geniet van die laatste paar minuutjes in stilte en in rust. En dwaal rustig weg. En als je er klaar voor bent, en als je het wil, kom dan mooi rustig zitten. Je mag erover kiezen om lekker te blijven liggen, wat jij fijn vindt. Hey, dames en heren, jongens en meisjes, bedankt. Goed dat jullie weer mee hebben gedaan met de yogales. Volgens mij ging het supergoed. Ik hoop dat jullie het leuk vonden, ik hoop dat jullie genoten hebben. En ik hoop jullie heel snel weer hier fysiek te zien. Maar op deze manier vind ik het nog wel leuk. Zo lesgeven. Ik heb een mooie achtergrond. En nodig iedereen weer uit. Nodig iedereen uit voor de lessen. We vinden het echt belangrijk en leuk. Zoveel mogelijk mensen mee kunnen doen. Helemaal in deze tijd. 's avonds lekker sporten. Voor het slapen gaan. Of 's ochtends. Wanneer jij wil. Nodig ze uit. Nodig vrienden, familie, collega's, kennis uit. En dan gaan we in zo'n groot mogelijke groep meedoen met de yogales. Hey, bij deze bedankt en tot de volgende keer.